jij bent dat gaan vertalen. Hoe ga je daarmee, hoe ga je dan te werk? Ja, dat is heel erg moeilijk. Je moet natuurlijk eerst kijken van wat kun je kwijt aan het Leids in zo'n tekst als pluisje. Kun je daar wat Leidse woorden in kwijt? Kun je daar wat Leidse erren in kwijt? En kun je daar, hoe geef je de Leidse sfeer een beetje weer? En dat verhaal heb ik net een beetje geprobeerd te vertellen aan de hand van de oude stukken die ik heb, waar echt dat Leids wordt weergegeven, maar dan allemaal typografisch. En zo probeer je te schipperen tussen het oude Leids en het hedendaagse Leids. Nou Peter, je hebt net het eerste boekje gehad. Ja, prachtig. Ik vind het geweldig, zo'n kinderboekje, dat het bij die kinderen al begint. Het Leids, want het Leids is ook een beetje ondeugend natuurlijk. Hè? Dat het Leids staat voor aan de rand van de wet leven. En als je dat begint bij kinderen die 2-3 jaar zijn, dan wordt het een hele leuke wereld, toch? Heeft Dick Wortel, de vertaler, het een beetje goed gedaan? Ja, hij heeft uit al die oude boeken zitten kijken wat hij zou kunnen gebruiken. Ik had het woord tering of namaak Pasha's gamaverzamelaar had ik nog wel gebruikt of wat dan ook. Maar Dick heb het toch heel netjes gehouden. En dat zeg ik jou prima hoor hoe je dat doet. Want ik zou het niet kunnen. Ik zou gewoon zeggen waar het op staat. En wat het Leids betreft, dat kan al een injectie gebruiken. Want je hoort het verder niet zoveel meer. Ja, dat zangerige hoor je nog wel. Maar dat is eigenlijk een beetje, lijkt een beetje op het randstedelijke Nederlands, maar dan met een Leids sfeertje. De toonzetting en de woorden als hoor en de R. Daar hoor je het nog wel aan, maar de woorden zijn eigenlijk verdwenen. Kan je een heel klein stukje voorlezen? Heel klein stukje voorlezen, wat wil je horen? Doe maar iets van Nijntje. Ja, dat is het enige wat ik nog kan. Opa kon goed timmeren. Dat deed hij erg graag. Had hij een beitel en een tong, twee hamers en een zaag. Ja, dat is echt Leids. Dat klinkt goed, hè?